Kees Verstraeten, 3-0 nederlaag tegen Alterno. Ik zat me even af te vragen, voor wie is dit nou eigenlijk de trainingspartij? Voor jullie of voor Alterno? Nou, wij hebben er in ieder geval te weinig trainingspartij van gemaakt. Het was absoluut geen wedstrijd. We hebben te weinig strijd geleverd, te weinig bezieling erin gegooid. En je zag eigenlijk al elke set dat we voordat we aan 7-8 punten waren, zag je al eigenlijk gelatenheid en eigenlijk al acceptatie van ja, dit gaan we niet meer redden. En waar we in de voorgaande wedstrijden ook tegen Weert en Sliedrecht wel in staat waren, of twee, drie speelsers hadden die opstonden en de zaak om wist te keren of wat positieve energie aan het team wist te brengen met goede acties, lukte dat gewoon vandaag helemaal niet. Een simpel verhaal, hè? Gewoon een tegenstander die veel beter is, veel te goed is. Als zij hun normale niveau halen en wij daar te weinig tegenover stellen, ja, dan krijg je een wedstrijd zoals vandaag. Maar Weert en Sliedrecht zijn ook veel te goed voor ons. Alleen daar waren we wel twee of drie sets in staat om gewoon onszelf in de wedstrijd te knokken en er een goede pot van te maken en boven de 20 punten uit te komen. En in beide wedstrijden setpoints te creëren. En dat dwongen wij daar zelf af door gewoon zelf veel en veel beter te spelen als wat we vandaag gedaan hebben. En natuurlijk zijn zij uiteindelijk sterker en horen ze met 3-0 te winnen. En nou ja, 3-1, dat kan dan nog als je mazzel hebt. Hè, maar dan wel op een andere manier. Wel strijdend te ondergaan en wel gewoon je eigen niveau halen. En dat hebben we vandaag gewoon absoluut niet gedaan. Heeft dat ook te maken met de wedstrijdspanning? Want bij jullie, hè, 7 dames uit Apeldoorn. Bij Alterno zitten die er niet in. Leefde die wedstrijd voor jullie niet bijvoorbeeld veel meer dan voor hun? Vandaag veel minder dan in de eerste wedstrijd in de competitie. Omdat wij in de voorbereiding natuurlijk van hun met 3-2 gewonnen hadden. Dus in de vorige wedstrijd bij Alterno, toen was dat gevoel veel sterker aanwezig in de week voorafgaand al. Dat was nu wel een stuk minder. We weten inmiddels ook wel waar Alterno staan en waar we zelf staan. En dat wij echt top moeten spelen om het hun heel moeilijk te kunnen maken. En nou, de afgelopen wedstrijden, serie wedstrijden, zijn we daar wel in geslaagd. Maar vandaag totaal niet. Maar dat ja, had niet zozeer met, denk ik, te maken met dat gevoel. Nee. Welk gevoel overheerst? Voor mij, ten aanzien van de wedstrijd vandaag, dat het gewoon veel te mat en veel te afwachtend was. En dat we de kans hebben laten lopen om in de positieve flow te blijven die we de afgelopen 3 weken hadden opgebouwd. En dat was eigenlijk het belangrijkste vandaag, om dat voor elkaar te krijgen richting de komende 3-4 wedstrijden, waarin voor ons teams op het programma staan in de middenmotor, waar voor ons kansen liggen. En dan is het altijd een stuk makkelijker als je dat positieve gevoel weet vast te houden. Ja, nu is het weer even de scherven bij elkaar rapen, zien te lijmen en zorgen dat we de volgende week zaterdag weer opnieuw staan.